ben ik klaar voor. Collega's, goedemiddag. Mijn naam is Mark van Leeuwen, 45 jaar oud. Woonachtig in Kapel aan de IJssel. Geboren in Vlaardingen. En zo'n kleine 10 jaar voor de gemeente Rotterdam nu actief. Ik kom uit het sociale domein. Ik heb daar twee projecten programmabureaus op poten gezet. En nu sinds een kleine 3 maanden directeur van het projectmanagementbureau en het ingenieursbureau bij Stadsontwikkeling. Met veel trots en met veel passie. Wat me de afgelopen 3 maanden is opgevallen bij Stadsontwikkeling. Ik zou Stadsontwikkeling willen betitelen als een heel intelligent en wel nadenkend cluster. Daarmee zeg ik overigens niks over de andere clusters. Maar binnen Stadsontwikkeling wordt echt goed nagedacht over de toekomst van de stad op korte termijn, midden en de lange termijn. En tegelijkertijd zie ik ook wel bij Stadsontwikkeling zijn natuurlijk een aantal dingen niet goed gegaan. Dat het ook zijn weerslag heeft gehad op de mensen en op de organisatie. En daar zie ik voor ons als directieteam ook echt een fikse opgave om ervoor te zorgen dat vertrouwen in de organisatie weer terugkomt. Dat mensen elkaar weer durven op te zoeken, de handen in elkaar durven te slaan en met elkaar willen bouwen aan die opgave waar we voor gesteld staan. Wat mijn ambitie is als ik naar de directie PME kijk, ik heb de afgelopen maanden ervaren dat er ontzettend veel gebeurt, zowel binnen het projectmanagementbureau als binnen het ingenieursbureau. En mijn ambitie zal zijn om alles wat er gebeurt ook daadwerkelijk kenbaar te maken binnen Stadsontwikkeling, zodat iedereen weet wat wij te bieden hebben en welke toegevoegde waarde wij hebben in het kader van al die opgaves die we met elkaar moeten realiseren. Een betrouwbare en stabiele partner. En als je nou afvraagt wat de directie PME voor Esso en voor deze mooie stad kan betekenen, dan is dat, dit is wat wij doen. Ik sta hier op de Coolsingel met mijn helmpje op en met mijn hesje aan om de dromen van morgen voor deze hele mooie stad te realiseren. Dit is wat wij doen.